We zijn gewaar van het lichaam in de zittende houding. En we laten de geest rusten op het lichaam, zoals het lichaam rust op het kussen. Zonder deze belichaamde aanwezigheid van opmerkzaamheid te verliezen, zullen we nu 6 spaken van het wiel van onze Satipatthana meditatie doorlopen. De 3 lichaamscontemplaties, de contemplatie van gevoel, de geest en de hindernissen. Maar voordat we dit doen, nemen we even de tijd om onze intentie te formuleren. En nu we onze intentie hebben geformuleerd, doorlopen we de lichaamsscans van de anatomische delen en de elementen in 1 vloeiende beweging. Met het begrip dat, ook al gaan we soms heel snel, dit op zichzelf geen teken van bekwaamheid hoeft te zijn. Dat we de scans snel doen, is alleen zodat we onze beoefening kunnen aanpassen aan wat het huidige moment nodig heeft. En op andere momenten heeft het misschien onze voorkeur om de scans heel langzaam te doen, deel voor deel. Beginnend met de anatomische delen. Huid. Van het hoofd. Naar beneden. Naar de voeten. Vlees. Van de voeten. Naar boven. Naar het hoofd, botten, van het hoofd, naar beneden, naar de voeten. En we zijn gewaar van dit lichaam in de zittende houding, bestaande uit huid, vlees en botten. En cultiveren een houding van niet-gehechtheid. En de elementen. Beginnend met het aarde-element. Van het hoofd. Naar beneden. Naar de voeten. Het waterelement. Van de voeten. Naar boven. Naar het hoofd. Vuurelement. Van het hoofd naar beneden, naar de voeten, windelement, van de voeten naar boven, naar het hoofd. En we zijn gewaar van het lichaam in de zittende houding, als doordrongen van deze 4 elementen, met een begrip van een lege aard.
En we verbinden ons met de adem, als dat wat ons verbindt met het leven. We kunnen het beeld van een skelet in gedachten nemen, om ons te herinneren aan het lot van het lichaam, om uit elkaar te vallen. En bij elke inademing zijn we bewust. Dit zou mijn laatste ademhaling kunnen zijn. Zelfs als het niet de laatste ademhaling is, is het zeker één ademhaling dichter bij de dood. Met elke uitademing spannen we en laten los. Ontspannen en laten los. Gevoelens. Aangename gevoelens. Van het hoofd naar de nek, schouders, armen, handen, romp, heupen, benen, en de voeten, en onaangename gevoelens van de voeten naar de benen. Heupen. Romp. Handen. Armen. Schouders. Nek. En het hoofd. En neutrale gevoelens van het hoofd naar de nek, de schouders, armen, de handen, de romp. Heupen, benen en de voeten. En we zijn gewaar van het lichaam in de zittende houding, van gevoelens van het aangename type, van gevoelens van het onaangename type of van het neutrale type. Die zich in of op dit lichaam voordoen. Nu we de lichamelijke gevoelens hebben verkend, openen we het blikveld van ons gewaarzijn voor elk type gevoel, inclusief de gevoelens die zich voornamelijk op het geestelijke niveau voordoen.
en van gevoelens gaan we verder met de geest, dat wat gevoelens kent, dat wat het lichaam kent. Het bijzonder gewaar van de geest waarin opmerkzaamheid aanwezig is. We blijven ons vertrouwd maken met de textuur, de smaak, met het onderscheidende karakter van onze geest wanneer opmerkzaamheid aanwezig is, wanneer sati gevestigd is. En met de contemplatie van lichaam, gevoel en geest is het ons zo onmiskenbaar duidelijk geworden dat lichaam, gevoel en geest vergankelijke verschijnselen zijn. En wat vergankelijk is, kan geen blijvende bevrediging geven. Het is dukkha. En wat dukkha is, kan niet het zelf zijn. Het is leeg. En we gaan verder met het verkennen van voorwaardelijkheid op een zeer praktische manier met de hindernissen. Waarbij het niet alleen onze taak is hun aanwezigheid of afwezigheid te herkennen, maar ook hun voorwaardelijkheid te verkennen. We onderzoeken deze geest. Eens kijken. Laat me eens kijken of er aan de oppervlakte van de geest enige vorm is van zintuiglijk verlangen. Boosheid. Sloomheid en traagheid. Onrust en zorgelijkheid. Of twijfel. En als we merken dat een van deze vijf hindernissen zich in de geest bevindt, dan onderzoeken we de situatie met een houding van een goede schaker. Nu wordt het pas echt interessant. Eens kijken. Laat mij eens kijken hoe deze hindernis in mijn geest terecht is gekomen. Wat zijn de oorzaken en voorwaarden voor het ontstaan ervan? En wat zijn de oorzaken en voorwaarden die me kunnen helpen om er weer uit te komen? En wat zijn de oorzaken en voorwaarden die herhaling hiervan in de toekomst kunnen voorkomen?
En soms zullen we merken dat alleen maar opmerkzaam zijn en het onderzoeken van deze voorwaarden voldoende is voor de hindernis om tijdelijk te verdwijnen. En als dat niet het geval is, als we met deze hindernissen willen omgaan vanuit het schema van onze Satipatthana meditatie, dan kunnen we met zintuigelijk verlangen en boosheid voor een moment aandacht schenken aan de vergankelijke aard van gevoelens. De vergankelijke aard van aangename gevoelens, om zintuigelijk verlangen te ondermijnen. En de vergankelijke aard van pijnlijke gevoelens, om boosheid tegen te gaan. En als er sloomheid en traagheid, of onrust en zorgelijkheid is, zouden we aandacht kunnen schenken aan het subtiele plezier van in het huidige moment zijn. Om de geest te helpen in balans te komen, aanwezig zijn met nog te weinig, nog met te veel energie. Die balans van de aangenaamheid van in het huidige moment te zijn. En als dit niet voldoende is om uit de hindernis te komen, dan zouden we in het geval van zintuiglijk verlangen kunnen contempleren op de anatomische delen, om een houding van niet-gehechtheid op te wekken. En in het geval van boosheid kunnen we contempleren op de elementen, waarbij we de perceptie van leegte opwekken, als een manier om dat gevoel van een solide ego te ontmantelen, dat vaak achter boosheid schuilgaat. En in het geval van sloomheid en traagheid, of onrust en zorgelijkheid, kunnen we overwegen contemplatie op de dood te doen. In het geval van sloomheid en traagheid, met speciale aandacht voor de inademing, met het begrip: dit zou mijn laatste ademhaling kunnen zijn. En in het geval van onrust en zorgelijkheid, vooral de nadruk leggen op de uitademing. Ontspannen en loslaten. En in het geval van twijfel, onderzoeken we. Sommige twijfelachtige zaken kunnen nu niet onderzocht worden. Die mogen we opzij zetten voor een later tijdstip. Maar als de twijfel over onze beoefening gaat, over hoe we verder kunnen gaan, in plaats van ons hulpeloos te voelen, onderzoeken we
Eens kijken. Ik weet niet hoe nu verder te gaan. Dus laat ik eens proberen. Laat ik het op deze manier proberen. Kijken wat er gebeurt. Nee. Nee, dit werkte niet. Laat ik het dan eens op die manier proberen. Zien wat er dan gebeurt. Ah, dit werkt. Vroeg of laat, door te onderzoeken, vinden we een oplossing. En als we de oplossing vanuit onze eigen ervaring hebben gevonden, weten we in de toekomst hoe we verder kunnen gaan. Leren we op onszelf te vertrouwen, onze eigen leraar te worden. En vroeg of laat komt er een tijd waarin geen van deze hindernissen zich in de geest voordoet. Ze zijn overstegen. De geest is groter geworden, geconcentreerder en meer bevrijd dan hij voorheen was. Wat een opluchting. Wat een opluchting om zelfs maar voor een moment vrij te zijn van de overheersing van deze hindernissen. En de geest is als kristalhelder water, niet gekleurd door zintuiglijke verlangens. Niet kokend van boosheid. Niet overwoekerd door de algen van sloomheid en traagheid. Niet heen en weer geslingerd door de winden van onrust en zorgelijkheid. Niet vertroebeld en verduisterd door twijfel. Wat een opluchting. Alsof je een schuld hebt vereffend. Hersteld bent van ziekte. Bevrijd bent uit de gevangenis en slavernij. Een gevaarlijke reis veilig hebt volbracht. En we verheugen ons. Verheugen ons in deze gesteldheid van de geest, van tijdelijke bevrijding, van de hindernissen. Deze ervaring van de geest die tijdelijk vrij is van de hindernissen, geeft ons een voorproefje van het uiteindelijke doel. Dit is waar de beoefening ons naartoe leidt. Een geest waarin de onzuiverheden zich helemaal niet voordoen. Een geest voor altijd vrij van de hindernissen. En geïnspireerd door dit doel en met die helderheid van de geest, die helderheid door de tijdelijke afwezigheid van de hindernissen, gaan we verder met onze open beoefening. Ons openstellen voor de ervaring
bij elk van de zes zintuigdeuren, op welke manier deze zich ook ontvouwt. Ons er simpelweg van gewaar zijn. Geworteld in gewaarzijn van het hele lichaam, versterkt met niet-gehechtheid, leegte en die levendigheid van het huidige moment, doordat we onze eigen sterfelijkheid onder ogen hebben gezien. Dat directe gevoel van vergankelijkheid. Die voortreffelijke smaak van de geest wanneer opmerkzaamheid aanwezig is. En die helderheid. Die helderheid van geest. Met al deze kwaliteiten en begrippen, inzichten van onze cultivering van Satipatthana tot nu toe, treden we het huidige moment tegemoet. Op welke manier het zich ook ontvouwt, alleen maar gewaar, alleen maar opmerkzaam. Opmerkzaam op de stroom van ervaring, op het proces van ervaring, op het alles doordringende kenmerk van vergankelijkheid, veranderende verschijnselen. Alleen maar een stroom. Alleen maar een flux. En we zijn er gewaar van. Planten van de zaden van wijsheid. Laten groeien van de zaden van inzicht. Stap voor stap. Stap voor stap gaan we verder op het pad. Naar volledige bevrijding van de geest. Van alle onzuiverheden. En blijf zo verder oefenen.